Yo, beste mensen, alles oké, YouTubers? Hier ben ik weer bij de Action geweest. Wat heb ik bij de Action gehaald? Wel, deze mooie lamp. Ik heb er op mijn camera, mijn filmpjes ziet je al dat ik zoiets heb. De Multicolor Light Range UV met 200 lm. Magic Dumbbell, oops. Magic Lume 3x5W. Ik wil zeggen, even een mooie afstand met dit eens. Ja, heel mooi doosje. Multicolor. Light, lichtbalk met twee houders, horizontaal, verticaal gebruik. Voeding via USB, die moet je zelf kopen, USB-stuk. Ik zal direct eens laten zien welke je daar nodig hebt. Ik heb er zo twee gekocht, daar is een afstandsbediening bij, inbegrepen. Afstandsbediening inbegrepen, behalve een opladertje. Je hebt ook een houder bij die je dan zo kunt gebruiken. Of zo. Dus zo op de televisie zetten. Of zo. Dus. Oké, mensen. Ik ga die nu uitpakken voor jullie. Voilà, ik heb hem opengemaakt. Zo. Moet je open snijden. Wat zit hier al in? Eens kijken. Zijn ze zo gepakt? Ja. Dus wat hebben we hier in de afstandsbediening? Dat is de afstandsbediening. Alle kleuren hebben we erbij zit gevoeld. Die hebben we al zo. Ik heb er zo. Dus ik heb zo twee van deze lampen gekocht. Twee, hè? Dus als je dan zo twee hebt, dan is het best dat je stekker hebt. Of pak je zo eentje. Zo ene kun je ook. Of met een enkele, maar ik heb ook zo'n dubbele, ga eens laten zien. Kijk maar eens. Ja, kijk, ik heb ook zo eentje, zo lader met twee stekkertjes aan, dubbellader, een dual 2x USB, dat ik zo twee lampen heb. Je? Ik heb zo twee lampen, dus daar heb ik zoiets van doen. Hè. Dus eens kijken naar de verpakking, dus we hebben hier een lamp, dat is een buis. Ja, dat zien we ook, een buis. Met de kabel. Een zachtje stuf. Eens kijken, dan hebben we dit hier. Wat is dit? Ah ja. Daar kun je je lamp in zetten. Dan komt de, ah, dan gaat hier de kabel door. Daar de kabel. Dan komt die kabel. Die gaat hier door. En dan kijken, dan moet je het toch kunnen omdraaien. Hè? Want kun je het plafond vastzetten, zit je hier zo. Ah ja, je kunt die omdraaien. Ziet je? Je kunt die omdraaien. Ja. En dan gaan we deze kant ook omdraaien. Ah ja, kijk. Voilà. Als je de lamp hier omzet, dan kun je die zo, zo gezegd, zo aan het plafond vastzetten. Ziet je? Zet je die zo aan het plafond vast en dan hier je lamp in. Of aan de muur. Je ziet ook grimmers om te kleven of schroeven. Ik zou gewoon gebruiken, ik zou gewoon gebruiken 3M Tech of geen niet te boren. Dus dan hebben we ook nog een voetje aan. Ah ja, hier is een voetje. Ja, een voetje. Zet we even aan de kant de doos. Voilà. De stofzak even aan de kant. Voilà. Een voet. Dan komt deze aan. Hier zien we ook nog weer plastic rond. Eens kijken, plastic aftrekken. Door afval. Het is allemaal mooi beschermd. Ja, goed zo. Plastic. Ja, plastic. We hebben de lamp. We pakken gewoon de lamphouder. We zetten de houder mooi zo. Die dan zo met de kabel. Voilà. De kabel daar doorsteken en dan staat hij. Hier gewoon de adapter erin. Die er
Deze hebben we nog niet nodig. Dan gaan we terugzetten. Die we straks kunnen halen. Ik ga dat gewoon een lamp houden. Hè. Deze kun je gewoon zetten waar je wilt. Kopje kun je terugdraaien. Zo. Als je zegt, ik moet dat toch niet hebben, dan draai je die terug. Kijk eens zo. Ja. Die draait gewoon terug. Voilà. Dus dat zo dicht als je zo terug in de glas. Die houdt hij bij, ja. Dus we zijn bij het houden in de rek. Dus ik ga die dan eens aansluiten, zelfs boven, en dan kun je dat zien. Oké, dat is zo. Dus zo laderen, zo kijk, zo met twee stekkers aan, hè. Weet je. Dat is veel gemakkelijker. Dan heb je één stopcontact nodig. En ik heb zo twee lampen. Dus deze prijs hier in België was €8,88. €8,88. Action. Dus met de action. Dus ik heb boven nog zo, dus ik heb een filmpje, die zal ik zelfs eens laten zien. Ik heb boven nog van die korte, die ga ik direct laten zien. Dus mensen, hier zijn mijn oudere lampjes die ik al ooit getoond heb. Een vlog, daar zijn die. Dat zijn de kleine versies. Je gaat ook deze versies. Die versies. En ik heb nog ergens een staafje, staat hier tussen, zo die staaf, ziet je. Maar dat zijn dan de kleinere versies. Ziet je, die gaan dan af de muziek van, ik ga mijn Genos dus even aanzetten. Hier, we hier op duwen zeggen. Ziet je. Ook chic, hè. Ik ga de licht even uitzetten. Ik heb mijn licht met afstandsbediening ook. Alles, ah, hier afstandsbediening. Op. Kleintjes. Die heeft ook een afstandsbediening bij. Die heeft zo'n afstandsbediening bij. Deze denk ik. Die heeft zo'n afstandsbediening bij. Eens kijken. Of. Hier zijn die. Die hebben, dat is deze. Deze zijn die dan. Deze was deze dan. Of ja, voilà. Voilà. Zo, nu ga ik deze torentjes aansluiten die ik u net heb laten zien, oké? Die ronde cirkels, hè? Voilà, we hebben die aangesloten. Hier is die dan, daar zijn de strobelampen. Voilà, ik ga het licht eens even uitzetten. Ziet je, daar zijn ze. Ik ga die anders even afzetten, om dat stoort even, dan zien we het effect beter. Ja, wat zit hier niet, nee. Dus deze, zo, deze. Ja. Oké, dan zien we het effect. Want wat heb ik nu gezien? Zien jullie mij nog? Wat heb ik nu gezien? Die gaat niet op muziek. Dat is spijtig. Dan moet ik die voor iets anders gaan gebruiken. Die gaat niet op muziek, maar ik ga toch de werking laten zien. Dus die gaat niet op muziek. Die werken niet op muziek, spijtig. Wat hebben we wel? We hebben white. Kun je met één afstand, ik heb er nu twee afstandsbedieningen, maar ik gebruik één. Kun je alle twee bedienen. Dan hebben we, wat hebben we hier nog? Red, green. Als je een beetje verder af gaat, tegelijk. Blauw, oranje, groen, blauw, nog eens oranje. Groen. Misschien daar. Ze moeten de voetstoel sturen. Zo. Die kleur. Die. Zo. Blauw en geel. Als je het zo aan de voet houdt, dan gaat die alle twee zitten. Kijk, hè. Voilà. Dan hebben we splash. Ja. Dan hebben we hoger. Sterker hoger. Anders sterk, hoor. Ja. Kijk eens de white hebben, als we sterk hebben. Als ik, dat is minder zwak. Hoger. Hoger. Ja. Dan de groene. Dan hebben we die knop. Wat is dat? Strobe. Ja. Dan hebben we nog een fate. Oh yeah, you.
het feit dat we deze dat is flash, maar spijtig geen muziek. Dat had je niet gezien. Kijk, als ik muziek aanzet, dat lijkt zo, maar dat is toch niet mooi. Je kunt er wel opzetten, maakt niet uit. Eens kijken. Nee, muziek. Die maakt niet op mijn geluid. Spijt, heb ik niet gezien. Maar ja. Ah. Opzetten. Maakt niet op muziek, dus die anderen komen er terug. En die gaan dan aan, ofwel hier aan het scherm hangen, ofwel aan de televisie onderkant. Dus zo zit je, dat is waait. Dan kun je eigenlijk schoon de caravan, dan heb je alle kleuren. Misschien voor mijn caravanneke, ja, dat kan ik wel zetten, ja. Ofwel hang ik die hier aan, hè. Dan heb je schoon verlichting hier, hè. Snap je, dan zit je die op wit, heb je licht. En als je dan samen zegt, ik wil een beetje romantiek. Dan heb je die op rood, heb je rood licht. Plus dat mijn powerlicht en de plafond daar, die kan ik ook op rood zetten. Zit je, kijk, dan heb ik bijvoorbeeld rood. Deze is ook een, die heb ik ooit dus gekocht. Weet je, die heb ik heel groot. En die heeft hier ook RGB-kleuren. Ziet je, dan zet ik die ook op rood. Hè. Plus die voor luidspreker, kun ik op andere kleuren zetten. Kun je op andere kleuren zetten. Kermiscircus, dat is zoiets als dat. Hè. Dus mensen, u weet hoe dat werkt. Ik ga die even terugzetten op white. White, voilà. En dan deze. Prut. Voilà. Dat is ook een white. Zo, we pakken die kleur. Dus mensen, heel fijne lampen. Spijtig, die gaan niet op muziek. Niet op muziek, dat is spijtig, want die kosten 8,88 euro stuk. Die andere kwamen, nu wel lagen er ook. Hetzelfde prijs. Direct twee lampen, hier per stuk, die gaan niet op muziek. Dat is wel heel spijtig, ja. Deze andere gaan op muziek, en daar had ik ook voor gekocht. Maar ja, ik heb nog zo'n lat op muziek, dus deze ga ik dan gebruiken, ofwel voor extra belichting op mijn keyboard. Dus ik zal wel zien waar ik die ga gebruiken. Mensen, heel fijn ding, altijd handig. Ik kan ook mijn caravanneke per dag gebruiken voor extra verlichting, maar ik heb er al heel veel licht. Maar ik zal hem wel ergens kunnen gebruiken. Ik ga die dan wel eens laten zien dan. Oké, mensen, peace, vergeet niet te abonneren en te liken. Tot de volgende en... Binnenkort meer muziek en meer vlogs.